Dus terwijl de maan door haar thuissteken van kreeft heen schuift, komt ze later vandaag, weet ik veel, 6:30, aan in Leeuw. Heel erg genereus, heel erg liefdevol. Maar daarvoor hebben we eerst afgelopen week dus die laatste kwartier gehad in tweelingen. Laatste kwartier is een tijd om los te laten, op te ruimen. En tweelingen is je sociale contacten, hoe je naar buiten gaat, je basis, educatie, doen, kennis en zo. Dus de sociale contacten in je telefoon heb ik opgeruimd. Ik heb hier een hele mooie tas voor het leger des hels. Omdat iemand gezegend gaat worden met de kleding die mij heeft gezegend tijdens mijn uitstapjes en dergelijke. En tandenborstels. Tandenborstels vervangen om de 3 maanden. En we zitten nu in het bewegelijke seizoen, aan het einde van een seizoen van maagd dus. En maagd, aarde, praktisch, bewegelijk. Makkelijk om aan te passen. Laat het los, laat het gaan en kijk naar wat je wil doen. En ja, ik heb er twee. Want ik ben ook elektrisch gaan poetsen. Nadat, ik zei toch in die vorige video van, ik heb mijn voeten heel erg verwaarloosd. En een half jaar geleden in het seizoen van de vissen. Vissen af en toe ook heel erg verwaarlozend. Heerst de voeten en zo. Dus ik ben dat gaan helen. En nu met de volle maan in vissen denk ik, wauw, ik heb super mooie voeten. Maar ik heb ook mijn tanden heel erg verwaarloosd. Want mijn tandarts die ging met pensioen en ik was bezig met volwassen worden. En ja, komt wel, komt wel, komt. Verwaarloosd. Dus ik ben naar de tandarts gegaan. Gelukkig ben ik heel erg goed in wat ik doe, mijn artsenroutines en zo. Want ik had niks, nada, noppes om bang voor te wezen. Waarschijnlijk heb ik het daarom verwaarloosd. Maar ja, ook weer goede tanden bijhouden. Nieuwe maan in. Maagd, dus de maagd, je dagelijkse routines, je aardse routines, je reinheid, rust, reinheid, regelmaat, heb je dat allemaal wel op orde? En met de nieuwe maan gaan we dus kijken, hoe wil je net het aankomende cyclus aan gaan pakken? Aankomende maand tot de nieuwe maan, tot de volgende nieuwe maan? Of aankomende half jaar tot de volle maan in maagd? Of voor het aankomende jaar tot de nieuwe maan in maagd? Kijk voor jezelf, maar ga in ieder geval door. Pak in ieder geval door, want de cyclus blijft doorgaan. Dus, die action shopper. Als de maan aankomt in Leeuw, zal ze in conjunctie komen te staan met Venus, in die direct beweegt, maar ook met Lilith. En zoals ik ook had uitgelegd, Lilith is de verste punt van de aarde. Dus als de maan op het verste punt van de aarde is, hoe verder, hoe minder invloed, hoe minder sterk de invloed van de emoties, de intuïtie, de gemoedstoestand, pardon, in Leeuw. Heel genereus, heel, ja, heel aardig, wil je heel graag helpen. Heeft genoeg tijd, energie, geld om je van dienst te zijn. Geen probleem, vertel maar, waar wil je dat je bij helpt? Maar je moet wel even liefde geven. Zeg dankjewel als het nodig is. Laat zien dat je goed bent opgevoed. En als iemand je helpt, want dit is de collectieve maan, hè, dus iedereen voelt zich collectief zo. Zeg wel dankjewel, want we zullen het collectief onthouden. Echt van. Nee, ik ga je niet helpen. En dan zijn Leo heel erg arrogant. Van, ja, nou, maar waarom niet? Vorige keer deed je het wel. Ja, maar vorige keer zei geen dankjewel. Gaat super snel bij Lilith. Ik kan niet wachten tot Lilith Leeuw uit is, want bro. Oh, either way. Vervolgens komen we aan met de maan in maagd. En dit is om 18:18 op woensdag of zo. En ja, dan is de maan nog niet in conjunctie met de zon. Dus dan hebben we nog geen nieuwe maan, maar wel alvast in die nieuwe maan-energie. We kunnen er niet zien in de lucht. Het is donker, weinig tot geen licht die erop schijnt van de zon. Want die zit ernaast. Maar we komen wel in die maagdelijke toestanden met de maan. Je emoties, intuïties, gemoedstoestanden. Dus eerst in conjunctie met Mercurius nog in retrograde. Weer dat analyseren, er opnieuw gaan kijken, opnieuw gaan denken en gebruik deze transitie. Want het is zoals de zon in conjunctie is met Mercurius, is het de zon jouw vitaliteit en Mercurius jouw gedachten. Dus je leven en je gedachten zitten eens een keer op één lijn.
En met de maan, dit gebeurt elke maand. In conjunctie met Mercurius is het je emoties, je gevoelens, die zitten op één lijn met je gedachten. En soms moet je gewoon even stil zijn om je gedachten te horen. Dus een goede tijd om te mediteren, ontspannen en even inderdaad naar je innerlijke zelf luisteren. Ga even lekker gronden of zo. Zet een teen in het gras of zo. Zet een graspriet op je hoofd. Doe wat je moet doen, maar luister naar je innerlijke zelf. Terwijl die nog aan het reviseren is. Wat gingen we ook alweer doen? Wat willen we ook alweer gaan bereiken? Waar gingen we ook alweer heen? En als deze nieuwe maan in conjunctie komt met de zon, op vrijdag de 15e van september, tijd om te gaan. Want dit gebeurt op 21 graden. En 21 graden is de boogschuttergraad. En boogschutter, bewegelijk vuur. Echt, ik heb energie hier, ik heb energie daar. Let's go, let's go. Heel avontuurlijk. Nieuwe maan ook heel erg avontuurlijk, maar doe even rustig. Even rustig reviseren. Wat gingen we precies doen? Maak een plan. En hoogstwaarschijnlijk gaan we dat ook doen. Want actie nemen, Mars in weegschaal. Echt, zou ik Lily bellen om te vragen wat het plan precies is? Nee, laat Lily erbuiten. Het is jouw plan, het is jouw leven. Remember. Dus, oh ja. Yeah. En dat gebeurt om 3:20 in de ochtend op 15 september. Het is ook nog Joods nieuwjaar. Heel veel invloed, heel veel energie. En vervolgens gaat Mercurius ook nog direct bewegen. Weet je nog wat ik zei? Op dezelfde plek, op dezelfde as, 180 graden bewegen. Net als een groot schip dat op zijn eigen as 180 graden gaat bewegen. Met zo'n grote merkbare energie. Naast deze enthousiaste, avontuurlijke nieuwe maan. Dus we willen naar buiten gaan en we willen gaan doen en. Weet je nog wat ik zei? Die schaduwfase. Dus weet en handel naar behoren. Want hey, Mercurius was hier toch? En dan gaat hij weer zo terugbewegen. Nee, Mercurius is hier. Gaat hij eerst zo, boom, retrograde, even terugbewegen. En vervolgens gaat hij weer even momentum maken. Dus wees rustig met je woorden. Wees rustig met wat je doet. Wees rustig. Ja? Ook korte afstand reizen, je zaken. Geef het even 2 weken. Kom op, geef het nog 2 weken. Oh ja, wat heb ik gezegd? Voel avontuurlijk, ga en creëer, maar wees je dus bewust van die schaduwfase. En op zaterdag 16 september, jeetje, wat is het heet, jongens. Zaterdag 16 september zal de zon in een aardetrein komen te staan met Uranus in retrograde in stier. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Logica, rationaliteit, echt de maagd en die dingen, stier, aarde. Oh, dit is logisch, ik zie dit werken. Het is er niet. Ik denk dat jullie, nou, en de steenbok al helemaal. De steenbok die zit al nog steeds op de achtergrond van, ik wacht gewoon tot Pluto weer direct gaat op 4 oktober. 4 oktober toch? Oké. Okay. Maar logica is er niet. Uranus is heel onvoorspelbaar, heel eigenzinnig, heel erg origineel. Dus als de zon jouw vitaliteit in maagd, dus is heel erg praktisch, in een aardetrein komt te staan met Uranus in retrograde in stier, weet zeker van jezelf. Als dit is wie jij bent, als dit is hoe jij gaat, hoe jij staat, wees dan gewoon lekker zeker van jezelf. Het is alles wat je hebt. Want stier is dan ook weer je eigen waarde. En zo. Als dat is wie jij bent, als dat jouw stabiliteit is, gefixeerd aarde, wees zo. Want ja, ik kan je niet helpen. God kan je misschien ook niet helpen. God heeft dit helemaal zo neergezet voor je. Het enige wat je kan doen is er zijn. En de beste jij zijn. Niet iemand anders weten, nou, de beste jij. Hé? Oké. Ja, vertrouw in jezelf. Uranus is echt die originaliteit. Het komt van binnen, van mijn kern. En vertrouw in jezelf. Jij hebt jezelf tot hier gebracht tot nu toe. 100% voltooide dagen tot nu toe. Anders zou je er niet zijn. Ik vind die quote zo fantastisch, want je bent wel gewoon 100%. Oké, dus op zondag 17 september zal Venus in een gefixeerde square komen te staan met Jupiter in stier in retrograde. Dus op 22 augustus hadden we dit ook, maar was Venus in retrograde in leeuw.
En was Jupiter direct aan het bewegen in stier. En nu is het dus andersom. Dus Venus, jouw eigenwaarde. En Leo, jouw karakter, jouw persoonlijkheid. En een square. Dus kan obstakel, kan ophevel, whatever, hoe je dat. Kan iets, een trigger. Dat kan je gaan triggeren. En heel vaak denken mensen, oeh, een obstakel, het is niet goed. Nee, het is iets wat je juist beter kan maken in het leven. Ja, toch, het is een les om te overkomen. Dus heel veel trines in je geboortekaart maakt je best wel lui. En heel veel squares in je geboortekaart, dus heel veel obstakels om te overkomen en komen, geven juist je levenslessen en jouw kracht om te zeggen, dit is wie ik ben, dit is waar ik ga, dit is waar ik sta. Ik heb ook een paar sterke trines, squares, maar daar ging het niet om. Dus deze square die is er hoogstwaarschijnlijk om jou te helpen. Want Jupiter wil je altijd zien, goed zien, wil je altijd zien groeien, wil je altijd beter zien doen. Dus dit is wie jij bent, dit is waar je van houdt. En Jupiter in dat stabiele weer, ga ervoor. Ga ervoor en wees de beste jij. Wat heb ik ook alweer opgeschreven? Ja, laat gaan voor de liefde en laat gaan voor groei. Ga ervoor en groei, ga ervoor en bloei. Zoals Samantha Jones zei, ik hou van jou, maar ik hou meer van mezelf.